Welkom bij alweer de vierde StayFit judo training vanuit Hoogvliet, Rotterdam. We gaan er vandaag weer goed tegenaan en zoals jullie hebben gezien gaan we beginnen met touwtjes springen. Melchior die neemt even een touwtje bij zich. Voor we echt gaan beginnen, heb je blessures of heb je tijdens de training dat je denkt van dit voelt niet helemaal lekker. Stap gewoon eventjes opzij, neem even de tijd en probeer gewoon daarna weer terug in te stappen. Voordat we beginnen met touwtjes springen gaan we toch nog even een korte... warming up maken. We gaan beginnen met joggen op de plaats. Daar gaat hij. Gewoon om even gematigd warm te worden. We joggen op de plaats. En we gaan even rustig 20 keer heen en weer zijwaarts aantikken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en we joggen weer verder. Komt-ie. Heel goed. De volgende oefening, en die gaat 10 seconden duren, gaan we zo meteen op de plaats versnellen. Ja, daar gaat-ie. 10 seconden. En jog weer verder. Oké, zometeen de laatste 10 seconden gaan we hoge knieën. Mijn knieën gaan omhoog. Ja? 10 seconden. Klaar. Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En jog weer verder. Heel goed. Nou, je mag je touwtje erbij pakken. Hier is het touwtje. Daar. Ik pak even mijn timer erbij. Want we gaan beginnen met het blokje van vandaag. We gaan anderhalve minuut op de plaats touwtje springen op je eigen manier. En na die anderhalve minuut ga ik weer vertellen wat de volgende oefening is. Anderhalve minuut, ga nu in. Ja, komt-ie. Als je geen touwtje bij de hand hebt, kan ik ook gewoon op de plaats springen. Dit is ook gewoon prima. Het gaat hartstikke goed. Of eventueel met mijn judoband, kan het ook. Dus er zijn verschillende manieren om uiteindelijk het touwtje springen op te vangen. Je kan zo springen, je kan of zijwaarts, je kan doen, je kan wat hoger met je benen, je kan dubbel, alles kan. Als het maar gewoon een basic sprong is. Zorg er wel tegelijkertijd voor dat er geen lampen of andere dingen, dat je die van de kast afhaalt, dat vinden je ouders niet zo fijn. We zijn bijna halverwege. Ga door zo. Het gaat zo goed. Nogmaals, je mag niet ergens tijdens springen steken voelen in waar dan ook. Als je dat wel hebt, stop gewoon even en spring later weer in als het weer weg is. Nog 20 seconden. En na deze, nu inmiddels 15 seconden, gaan we een uitdagende sprong maken. Zoals jullie bij mij het filmpje hebben gezien, heb ik 1 sprong en 2 keer het touwtje rondgedaan. Dat gaan we 5 keer doen. Na die 5 keer gaan we gelijk verder. Dus als die 5 keer niet lukt, geen probleem. We gaan gewoon verder. Probeer het wel. 3, 2, 1. Kijk goed. 5 keer. Oké, en nog 1 keer. Daar gaat hij. Ja. Hup. Oké, goed zo. We komen liggen op onze rug. Het touwtje leg ik aan de zijkant. We gaan 10 seconden de buikspieren aanspannen. 10 seconden. Je rug maximaal bol maken. Hou vast. Na deze 10 seconden gaan we 20 keer bewegend de buikspier maken. 3, 2, 1, go. Mag ietsje sneller. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iets sneller. Ja. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Dan draaien we om naar lichtsteun. We gaan 12 keer, je voeten mogen smal. We gaan 12 keer opdrukken. Daar gaat hij. Hou je lichaam recht. Je hoofd in het verlengde van je lichaam. Keurig. 12 keer. Na die 12 keer
kom je liggen op je buik. Je handen doe je onder je kin. Je ellebogen blijven los van de grond. En je tilt je onderrug omhoog. 10 keer. Heel rustig. 2. Keurig. Dit is goed. 3. 4. Als het nou te zwaar is met je armen hierboven, doe gewoon even je armen naar beneden. Handen op je rug. Hier kun je gewoon verder. Hiermee kan je de oefening prima doen. 10 keer gedaan. Dan kom je weer staan. Pak je weer je touwtje erbij. En dan gaan we weer springen. En daar gaat hij. Nogmaals, zonder touwtje kan ik ook gewoon springen. Ik kan zelfs mijn armen meenemen, net alsof ik touwtje aan het springen ben. Dat gaat allemaal goed. Hup, hup, hup. Probeer dan wel hetzelfde tempo als Melchior vol te houden met springen. We zijn alweer op de helft van deze anderhalve minuut. Nog 30 seconden. Hou vol. Kom aan. En na deze anderhalve minuut gaan we weer de challenge. 5 keer. 2 keer draaien. Zoals ik in het filmpje heb gedaan. Nog 10 seconden. Vijf. Vier. Drie. 2, en daar komt hij. Oké, goed zo. Komen we weer liggen op de rug. Eerst 10 seconden vasthouden. 10 seconden, daar gaat hij. 10, 9, 8. Zorg dat je rug goed bol is. Geen rechte rug, je rug bol maken. 5, 4, 3, 2 en 20 gaan we bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We draaien weer om en komen in lichtsteun. Onze voeten zijn smal, ons lichaam is recht. 12 keer opdrukken, daar gaat hij. Ja, 1. Melchior heeft zijn handen ietsjes uit elkaar, ellebogen naar buiten en daar drukt hij zichzelf omhoog. En 12. Dan kom je liggen op je rug, op je buik. Handen onder je kin. Ellebogen zijn los van de grond. En dan gaan we 10 keer onze schouders en rug los tillen. Daar komt hij. 1. Heel rustig. Dit hoeft niet snel. Rustig aan. 10. En de laatste is 10. Dan komen we weer staan. En dan gaan we het laatste rondje touwtje springen. Daar gaat hij zo meteen. Als er een knoopje in zit, haal hem er gewoon even uit. Geen probleem. Voor Melchior geen stress. Houdt ook niet snel het knoopje eruit te halen. En ja, we gaan beginnen met springen. Als Melchior zo ver is, ja, daar gaat hij. Komt hij. 1,5 minuut. En wat jullie thuis waarschijnlijk niet zien, net toen Melchior snel ging springen, stond hij er dicht bij de muur en kwam het touwtje tegen de muur. Dus als hij nu iets naar voren gaat, ja, zo is goed, dan gaat hij waarschijnlijk deze 5 gewoon kunnen halen. Nogmaals, zonder touwtje kan ik gewoon meespringen. Helemaal geen probleem. Nog 30 seconden. Kom maar weer een beetje naar voren.
Oké, iedereen thuis klaar. Daar komt hij zo. De laatste challenge. 5 keer. Het touwtje snel. 2 keer. Onderdoor met 1 sprong. 3, 2, 1. Go. Ja, nog 2 keer. Melchie moet nog 2 keer. Oké, keurig. Heel goed. We komen weer liggen op onze rug. Goed gedaan. 10 seconden gaan we eerst de buikspieren aanspannen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, en 20 wat sneller. Hey, je ligt op je rug. 20 keer, daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, we draaien om. Voeten bij elkaar, handen zijn iets open. 12 keer komt hij opdrukken. Ja! Keurig, lig op buik, handen onder je kin. Dit is het laatste stukje van de warming-up. We gaan 10 keer onze rug aanspannen. Daar gaat hij, rustig aan. 1, 2, 8, 9 en 10. Oké, heel goed. Dan gaan we verder. Jullie kunnen als je wil even wat drinken. Ik ga het eerste blokje van vandaag uitleggen. En de eerste oefening die we hebben is met het touwtje. Ik ga op 1 been, hup, 25 seconden springen. Dus ik blijf op 1 been, hup, 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 de hele tijd mijn rechterbeen. Zonder touwtje kan dat nu net zo goed, hè? Net zo goed op 1 been springen. Hup. Zelfs met je judoband, Melchior, doe je band even snel af. Zelfs met je judoband zou dit moeten lukken. Dus als ik hier ben, hup, hier. Perfect, gewoon met je judoband kan ook. Let wel even op voor de lampen, die moeten gewoon blijven hangen. De tweede oefening, en daar ga ik de fles voor pakken. De tweede oefening hebben we vorige week ook gedaan. Ik ga zitten, iets naar achter en ik ga draaien. Dus ik zit achteruit, hup, 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 30 keer. Na die 30 keer maak ik 12 stofzuigers. 1, 2, 3... Mijn knieën blijven los van de grond. En de laatste oefening is uchikomi rechts. Oké, de eerste. Ik ga de timer aanzetten. 40 seconden per oefening. En op 1 been het touwtje 25 seconden. Iedereen klaar met het touwtje? We beginnen op onze rechterbeen. 3, 2, 1, go! Zoals gezegd, ik kan ook gewoon op 1 been. Eventueel net alsof ik mijn armen daar heb met een touwtje. Of gewoon mijn armen naast me als ik dat fijner vind. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. Oké, kom liggen op je rug. Pak de fles erbij. 10 seconden. Voeten ietsjes uit elkaar. De fles heb je voor je vast. En we gaan 30 keer draaien. 3, 2, 1. Go! Wil je het voor jezelf maar wat zwaarder maken, dan kan je met je lichaam wat meer naar achter gaan leunen. Daar, heel goed. Je benen komen dan los, dat is niet erg. Nu komt er vol spanning op je buikspier. 30 keer, 15 per kant. Oké, de volgende oefening, de stofzuigers. 12 keer, voeten zijn uit elkaar. 10 seconden, dan gaan we weer verder. Elke keer blijven je knieën los van de grond. Je ellebogen tikken wel de grond aan. 3, 2, 1, go! Ik pak vast het elastiek voor de volgende. Oké, 12 keer. We hebben nu vandaag een elastiek. Dat kan natuurlijk ook met een autoband of zelfs met een judoband zoals we de vorige keren gedaan hebben. Vandaag hebben we het elastiek. Nog 10 seconden, dan gaat hij. Uchikomi, 25 keer naar de rechterkant. 5, 4, 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij. 25.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nog 5, laatste 5, kom aan. 2, 3, 4 en 5. Heel goed. Dit was alweer het eerste blokje. Je pakt weer het touwtje erbij. Nog 10 seconden. We gaan staan op onze rechterbeen. Want dat gaat de eerste 25 seconden zijn. 3, 2, 1, go! Goed zo, hou vol. Nog 5 seconden. Dan gaan we door naar de volgende oefening. 3, 2, 1. Oké, kom weer zitten op de grond. Pak de flessen weer bij. Dus zit je helemaal rechtop, dan heb je behoorlijk wat spanning. Ga je verder naar achter, dan wordt het zwaarder en zwaarder. Oké, daar gaat hij. Kom maar. 30 keer. En draai, en draai. Zo ja, dit is goed. Naar die 30, kom aan. Oké, volgende oefening. De stofzuigers. 15 seconden. Je knieën blijven weer los van de grond. 5, 4, 3, 2, 1. En go, 12 keer, kom aan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, laatste 2, 1 en 2, heel goed. We komen weer staan, pak het elastiekje er weer bij. Dan gaan we weer zo meteen 25 keer uchikomi aan de rechterkant. We hebben nog even de tijd, 15 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één, go! En 10, goed zo. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laatste 5, kom aan, ook thuis. 1, 2, 3, 4 en 5. Heel goed. Oké, dan gaan we naar het laatste blokje. 10 seconden nog. Rechterbeen, 25 seconden. Kom aan. 3, 2, 1 en go. Vijf seconden nog, hou vol. Je kan best wat in je kuit gaan voelen, een beetje spanning. Oké, we gaan naar de volgende oefening. Met de fles. We gaan 30 keer draaien. 5 seconden, 3, 2, 1 en go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Laatste 10. Oké, en 30. Goed zo. De volgende. De stofzuiger. 12 keer. 15 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En go. Hou de knieën los van de grond. Negen, tien. Het wordt heel zwaar voor Melchior. Zal thuis ook niet anders zijn. En 12. Goed zo. We gaan weer verder met de uchikomi.
10 seconden. 25 keer naar rechts, hè. Kom aan. Het laatste voor dit blokje. 5, 4, 3, 2, 1. En go. Up. 2, 3. Probeer met het tempo van Melchior mee te gaan. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laatste 5. Kom aan, ook thuis. 1, 2, 3, 4 en 5. Oké, keurig. Dit was alweer het eerste blokje. We gaan verder met het tweede blokje. En die ga ik weer even uitleggen. Als je thuis wilt drinken, kun je even wat drinken. De eerste oefening. We hebben net op onze rechterbeen gesprongen. Ik ga nu op links. Hup. 25 seconden. 25 op mijn linkerbeen. Als het zonder touwtje, heb je geen touwtje. Gewoon op je linkerbeen. Of met je judoband. Kan allemaal. De volgende oefening. Daar heb ik het elastiek of de band voor nodig. Heuplift. Ik lig op mijn rug. Ik doe de band zo. En ik ga strak met mijn hak hier op het elastiek staan. Dan trek ik hem strak aan naar de andere kant. Daar ga ik er ook op staan. En nu is het elastiek dus onder spanning. En hier ga ik mijn heup liften. Hup. Daar. Ja? Dus ik heb spanning. Als ik het andersom doe, ik leg hem eerst hier neer. Ik ga met mijn hak erop staan. Ik span hem een klein beetje. Ik leg hem hier neer. Mijn hak staat erop. En nu heb ik spanning voor de oefening. Daar. Ja? Dat is de tweede oefening. De derde oefening, daar pak ik even het kussen van de bank. Want ik sta met één hand erop. Hier. Hier ga ik opdrukken. Hup. Daar. Hup. Daar. Dat doe ik 6 keer per kant. Dus in totaal 12. En mijn ellebogen gaan langs, of naar buiten, dus niet langs mijn lichaam. Daar. Hup. Hup. Elke keer op het kussen. 6 per kant. En natuurlijk de laatste van deze is de Uchikomis aan de linkerkant 25 keer. En dat was dan weer het tweede blokje. Oké, de eerste oefening. Het touwtje. Kom allemaal bij staan. Linkerbeen. 25 seconden. Daar gaat hij. Klaar. Go. Linkerbeen. ...25 seconden. Hou vol. We zijn er bijna. 3, 2, 1. Oké, daar komt hij, de heuplift. Je komt liggen op je rug. Aan één kant je hak, zet je hak erop. Je doet hem een klein beetje aantrekken. Andere kant hak erop. En dan ben je klaar voor de heuplift. Daar gaat hij. 3, 2, 1. 15 keer. Nog 3 keer. En 15. Heel goed. Dan pakken we het kussen erbij. En dan gaan we 6 per arm opdrukken. Natuurlijk doe je met 2 armen opdrukken, maar 1 hand staat op het kussen. Je voeten zijn lichtjes open, dus hoeft niet helemaal smal. 3, 2, 1, go. 1. En verplaats. 2. Heel goed, Melchior. 3. Je lichaam blijft recht. Dit is een hele zware oefening. Probeer die 6 te halen. Als het niet lukt, ga je door op je knieën. Zet je je knieën op de grond, maar dan kun je blijven opdrukken. En 12. Heel goed gedaan. We pakken het elastiek voor de Uchikomis naar links. Vijf seconden. Klaar, daar komt je. 25 keer. Oké, go. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Laatste 5, kom aan. 1, 2, 3, 4,
En 5. Heel goed. We pakken weer het touwtje. Want we gaan weer verder springen op onze linkerbeen. 5 seconden nog. 3, 2, 1. Oké, 25 tellen op het linkerbeen. Heel goed. Als het goed is, zijn je armen ontspannen. Lichtjes draaien het touw en je maakt kleine sprongetjes. Probeer het niet te krachtig te doen. 5 seconden nog. Heel goed. Hou vol. Oké, we gaan door naar de volgende oefening. De heuplift met het elastiek. Dit kan natuurlijk ook met de fietsband. Eén kant leg je hem strak. Je spant hem een klein beetje op. Andere hak erop. Oké, en go! 15 keer. Rustig aan. Heuplift en weer rustig terug. Probeer je heup niet elke keer terug op de grond te leggen, maar spanning te houden op je benen. En 15. Heel goed. 15 seconden voor de volgende oefening. Opdrukken met het kussen. Kom even zo staan met je benen daar. Kussen hier. Ja. Oké, we beginnen. Melchior begint op zijn tenen. Hand opzij. 3, 2, 1. Go. Laag. En door. Lukt het nou niet? Kijk, dan ga maar op je knieën, Melchior. Kijk, dan ga je gewoon door vanaf je knieën. Heb je iets minder spanning? Hier kan je de oefening nog perfect uitvoeren. Gaat het wel, dan ga je gewoon terug op je tenen en hou je lichaam recht en druk je hier uit en omhoog. 12 keer, 6 per arm. Oké, goed gedaan. Dan gaan we weer verder met de uchikomis, het elastiek of met je judoband. Aan de linkerkant. 5 seconden, 3, 2, 1 en go! Tien. Tien, laatste vijf. 1, 2, 3, 4 en 5. Oké, komt ie. De laatste ronde. We beginnen met het touwtje op je linkerbeen. 3, 2, 1. En go. Linkerbeen. Tien seconden nog. Hou vol. Het gaat hartstikke goed. 3, 2, 1. Oké, de tweede oefening. Heuplift met het elastiek. Pak je elastiek of je fietsband erbij. En go, daar gaat hij. 15 keer. Rustig aan. Nog 5 keer. Melchior doet dat vanuit de judo zijn arm omhoog. Dat hoeft niet per se, maar dat is wel extra meegenomen, dus dat is goed. Oké, volgende oefening. We staan weer klaar. Opdrukken op het kussen. Ja, doe maar zo gewoon. 5 seconden. 6 keer per arm. Are you ready? 3, 2, 1 en go. Hou je lichaam recht. Heel goed. Wissel je handen. 4. Dit zijn de laatste 12 voor het opdrukken van vandaag. 10. Laatste 2. Kom aan. Ook thuis. Hou vol. Oké, keurig. Pak weer de band of het elastiek voor de linker uchikomis. En go!
Kom aan, kom aan, kom aan. Oké, keurig. Nou, dit was alweer het tweede blokje. En jullie kunnen thuis, als je wil, eventjes wat drinken. En ik ga het volgende blokje uitleggen. En we beginnen weer, zoals de afgelopen blokjes ook, met het touwtje. En dit keer ga ik rennend springen. Dus waar ik net met twee benen tegelijk, of één been, ga ik nu hier. Hup, hup, hup. 25 seconden. Hup, 25 seconden. Dit kan ook zonder touwtje. Doe je gewoon hoge knieën rennen. Daar, 25 seconden. De tweede oefening, en daar heeft Melchior, heb ik eventjes Melchior voor nodig. Het elastiek doe je ergens omheen. Je gaat zitten op de grond. En ik trek mijn armen aan. Hup, daar. Ik hang een klein beetje naar achteren. Mijn ellebogen gaan langs mijn lichaam. Hup, hup. 20 keer. Daar. Ja. De volgende oefening. Pak ik weer de fles. En de fles heb ik vast. De oefening hebben we vorige keer ook gedaan. Hup, op. Achter, op. Daar. 15 keer. En de laatste oefening is eentje terug uit de eerste training. Handen tegen de muur. Uchikomi Ouchigari. 10 keer rechts. En daarna wissel ik om. 10 keer links. Waarbij ik elke keer zorg dat mijn heup dicht bij de muur is. Het heeft geen zin om hier hard te duwen. Ik wil hier met mijn heup dichtbij. Want daar wil ik uiteindelijk gaan haken. Oké, de eerste oefening. We beginnen weer met het touwtje. Ik zet de timer weer aan. Dat doe ik expres. Ik doe hem elke keer als ik hem wegleg gauw in de knoop. Oké, de eerste 25 seconden. Daar gaat hij. Go. Rennen met je benen. Keurig. Zonder touwtje kan dit prima, maar dan wel je knieën omhoog. Drie, twee, één. Oké, kom zitten. Pak je elastiek erbij. Het elastiek kan om de bank of de poot van een tafel. Ik hou hem hier vast. Klein beetje op spanning. Melchior hangt naar achter en zijn ellebogen gaan zo meteen langs zijn lichaam naar achter. Drie, twee, één. Go! 20 keer. Zeven, acht, negen en tien. Oké, dan mag hij blijven zitten. Dan pak je de fles. En dan komt hij vijf keer de buikspieroefening. 10 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. En go, daar gaat hij. 1, op. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Laatste 5, kom aan, ook thuis. 1, 2, 3, 4 en 5. Goed gedaan. Oké, dan komen we weer staan bij de muur voor de Uchikomi Ouchigari. 10 keer rechts, 10 keer links. Zorg dat je heup dichtbij komt. 3, 2, 1 en go. En 10, andere kant. En 1, keurig, 2. Ook hier heup dichtbij, dus zowel links als rechts. Heup moet dichtbij zijn. Je voeten zijn eigenlijk achter elkaar. En door. En 10. Oké, 10 gedaan. Pak je vast weer je touwtje erbij. 10 seconden, de eerste oefening van het derde blok. En go, daar gaat hij. 10 seconden nog.
5, 4, 3, 2, 1. Oké, kom weer zitten. Pak weer het elastiek erbij. Of eventueel je band, dat je die kan aantrekken. Om de tafel of een poot, of vraag iemand of die de band wil vasthouden. 3, 2, 1, go! Ellebogen langs je lichaam en daar trek je hem aan. ...18, 19 en 20. Heel goed. Oké, pak weer de fles voor de buikspieroefening. 10 seconden. We zijn er bijna. Hou vol dit. 5, 4, 3, 2, 1, go! 15 keer. Heel goed, ga door. 7, 8. Ook thuis, hou vol. Dit is het laatste. Dit zijn de laatste loodjes voor deze dag, voor deze training. 15, heel goed. Nou, dan komen we weer bij de muur voor de uchikomi. Als je een partner hebt thuis, dan kan je natuurlijk ook gewoon uchikomi met z'n tweeën maken. Ja, dat is prima. 3, 2, 1 en 10 keer rechts en 10 keer links. Melchior heeft speciaal een blauw pak aangedaan, dan kan je hem goed zien op de witte muur. 10 keer rechts, 10 keer links. Oké, heel goed. Dan zijn we bij het laatste blokje. We beginnen weer met het touwtje. Vijf seconden. 4, 3, 2, 1 en go. Tien seconden nog, kom aan. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, kom weer zitten. Pak weer het elastiek of de band erbij. Klein beetje iets spanning op je rug. En go, 20 keer, kom aan. 4, 5, kom aan, laatste 5, ook thuis. En 10, keurig. Pak weer de fles voor de buikspier. 5 seconden. 4, 3, 2 en go! Laatste 5, 1, 2, 3, 4 en 5. Oké, komt u weer de uchikomis? Drie, twee, één en go! Oké, dit was het derde blokje. Als laatste doen we nog 2 minuten gewoon rustig touwtje springen, daar waar we mee begonnen zijn. Dus 2 minuten, pak je touwtje erbij, ik ga de timer aanzetten. Klaar, en go, 2 minuten. Gewoon rustig, ook zonder touwtje, gewoon rustig meespringen.
Dit gaat helemaal goed. Hup, gewoon ontspannen. Het laatste stukje van deze training. Toch even lekker af te sluiten met de touw. Heel goed, keurig. We zijn bijna op de helft van de 2 minuten. Hou vol dit. Gewoon ontspannen, lekker blijven draaien. Aan het eind van deze 2 minuten heb je nog 1 keer de kans. En zorg dat de mensen aan de zijkant het opnemen of foto's van maken. Om de challenge van 5 keer 2, dus 2 keer touwtje in 1 sprong, op te nemen en te laten zien. We hebben nog 30 seconden. En dat zijn ook de filmpjes die ik dus wil zien. Hè? Sowieso alle foto's die iedereen gaat taggen en doen. Allemaal fantastisch, heel goed. En dat vind ik leuk om te zien. Die zal ik allemaal delen. Maar dit is een speciale challenge van vandaag. Zometeen nog 15 seconden. Probeer 5 keer hetzelfde wat ik deed in mijn filmpje. Snel draaien, 1 keer springen, 2 keer touwtje. Daar gaat hij zometeen. 5, 4, 3, 2, 1 en 5 keer. Als het niet lukt, begin je gewoon opnieuw. 2 keer. Ah, Melchior, kom op. 5 keer 2. Hup. Oké, heel goed. Perfect, goed gedaan. Ik leg het touwtje weg. Dit brengt ons alweer aan het einde van de 4e Stay Fit Judo Training. Wederom vanuit Hoogvliet, Rotterdam. Wat ik net al zei, zorg dat je je foto's en je filmpjes allemaal uploadt op de social media, Instagram of Facebook. En zorg dat je mij daarin tagt, want dan kan ik het weer delen. Tegelijkertijd moet je de social media ook in de gaten houden, want volgende week, of dinsdag of vrijdag, zullen we weer gaan werken met een speciale gast. Een special guest. En ik ga nog niet zeggen wie dat is. Het zal een bekende judoka zijn, die al medailles heeft gewonnen op wereldkampioenschappen. Dus hou de social media aan de gaten, want jij moet de eerste zijn die weet wie er hier zal zijn. Oké, we staan allemaal rechtop. 3,